Wij doen dit jaar voor de tweede keer mee met Vakkarje Scout. En ik merk dat kinderen altijd weer blij worden van nieuwe dingen die er gedaan worden binnen school. Wedstrijdelementen is altijd leuk. Dus vandaar dat we dachten van nou, dan gaan we hier ook mee bezig. Leerlingen krijgen de opdracht en dan gaan ze ermee aan het werk. Ideeën worden bedacht. En vervolgens als ze eenmaal een idee hebben met behulp van de Vakkarje hulpploeg. Dan gaan ze er lekker mee aan de slag, brainstormen met elkaar in groepjes en van daaruit gaan we verder en wordt het op de website gezet. De leerlingen leren samenwerken, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En we zijn nu een paar maanden onderweg sinds het begin van de Vakkarje Scout en ik vind het enorm leuk. De kinderen worden geprikkeld om ideeën te bedenken. En het begint al voordat überhaupt de vakkarjes komen vertellen bij ons op school. Dan probeer ik ze al enthousiast te maken van, er komt de techniekwedstrijd. En nou, op een gegeven moment weten gewoon alle onderbouwers en zelfs bovenbouwers van, er komt de techniekwedstrijd. We hebben een paar jaar geleden ook meegedaan met de bovenbouw voor de pioneers. En toen gingen ook al de verhalen door de school heen van, oh ja, de vakkarjes hebben een wedstrijd en daar zijn ze voor aan het bouwen. Dus nou ja, nu dat wij daarmee kwamen met de onderbouw, werd daar natuurlijk ook enthousiast op gereageerd. Van, oh, dan gaan we ook bouwen. Dus ja, dat is een leuke ervaring tot nu toe.